Hi, ik wilde vandaag mijn sieradenstash laten zien. Een deel dan, want een deel ligt bij mijn moeder. En waarom een deel? Dat is omdat ik niet al mijn sieraden bij mijn vader heb. Vooral de belangrijkste sieraden hangen hier en zitten in dit laadje. Dit is mijn nieuwe camera en dit gaat gewoon veel makkelijker dan mijn laptop met filmen. Goed, ik heb dan nog één setje armbanden bij mijn moeder laten liggen, maar dat zijn gewoon van die houten kralen dingen. Ik kan wel nu dit de hele tijd te filmen, maar ik wilde eigenlijk beginnen met eerst met mijn oorbellen. En die liggen hierin. Ik draag weinig oorbellen. Ik heb eerst deze. Deze zijn van de Action. En hier zit de zwarte, maar die heb ik momenteel in mijn oor. Maar ik ga mezelf niet filmen, want ik heb geen make-up op en ik zie er gewoon niet uit. Ja, dus deze. Dan nog wat hangers. Nog meer hangertjes van die ronde. Vind ik altijd mooi met zo'n gaatje. Dan deze. Dan van dit soort oorringetjes voor boven je oor. Deze ook van. Dan nog een knopje. Random knopje. Je oorringetjes. Deze drie zaten bij elkaar. Dan heb ik deze nog. Deze zit dan boven in je oor en deze kant. Stel scherp. Hoe moet dat? Ja, ik weet nog niet precies hoe je scherp moet stellen. Even kijken hoor. Nou, dus deze. Ik ga nog wel ooit uitzoeken hoe je het scherp moet stellen. Want ik denk dat dat wel kan. Heb ik hem ook nog in een kruisje met een kruisje hier zo. Nog eentje in een kruisje. Nog een knopje. Achterkantje. En dan heb ik deze. Dit is zo'n wat je aan de marine, bij de marine krijgt. Dat heb ik van mijn broer gekregen. Goed, dan hebben we dit standaard. Vol met sieraden die ik het meest gebruik. Allereerst heb ik hier bovenin kettingen. Eerst deze ketting. Deze hele leuke ketting. Van de Claire's. Die van. Metallic naar zilver naar goud gaat. En hier nog wat ringetjes. Wacht, ik ga gewoon eerst met de kettingen. Dan nog deze van de Claire's. Een aardbeidje die ze open kan maken. Zit toch geen fotootje in, dus die mogen jullie wel zien. Dan nog een vriendschapskettingje. Die heb ik met mijn beste vriendin. Deze grote lange ketting. Dit kleintje nog. En het waaglen over mijn kettingen. Ik doe eigenlijk nooit kettingen om. Dus ja, ik heb er heel weinig. Dan niet vaak gebruikte armbandjes. Meestal doe ik van dit soort armbandjes om. En dan van die houten kralen. Vind ik het leukst, makkelijkst, pas overal bij. Maar deze. Deze. Oh, valt er een. Deze weer leuke busjes van Londen. Londense vlag. Nog een vriendschapsarmbandje. Die heb ik dan een andere vriendin van mij. Dan heb ik hier nog wat leuke ringetjes. Gewoon die je niet vaak omdoet. Van die grote opvallende. Maar deze wil ik wel weer een keer omdoen. Deze vind ik echt super gaaf. Maar ik doe ze nooit om. Dan heb ik hier nog mijn armbandjes die ik echt vaak gebruik. Ook vaak gebruik. Maar dan met kleur. En dat zijn deze. Leuke diamantjes. Dat is deze. Dit is een riempje. En nog twee gespjes van de Action als armbandjes. En dit is eigenlijk mijn gehele sieradenstash. Het is heel erg weinig. Ik vergeet ook echt vaak sieraden om te doen. Maar ja, meestal doe ik gewoon dit soort oorbellen in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn sieradenstash te zien. Dus ja, nou ja, tot de volgende video. Doeg!